Wijchen wil als eerste gemeente in Nederland zelf een asielzoekerscentrum bouwen om het daarna te verhuren aan het COA. Tot nu toe huurt het COA altijd alleen de grond van de gemeente om er vervolgens zelf een AZC te realiseren. Het college van BMW van Wijchen wil 21 miljoen euro vrijmaken voor de bouw en exploitatie van het centrum. Om uit de kosten te komen moet het AZC geen 5 jaar, maar 10 jaar blijven staan. Het is al langer bekend dat er in Wijchen aan de Teersdijk een asielzoekerscentrum gaat komen voor de opvang van 300 personen. Tot nu toe was het steeds de bedoeling dat de gemeente, zoals gebruikelijk, alleen de grond ter beschikking zou stellen aan het COA. Dat er daarna een accommodatie zou gaan bouwen en exploiteren. Door de grote toestroom van migranten is het bij de COA momenteel echter zo druk dat ervoor gekozen is om een andere constructie te gaan uitproberen. Gemeente Wijchen krijgt een landelijke primeur voor deze pilot. Er kleven volgens het college nog wel een aantal risico's aan de plannen, die bijvoorbeeld kunnen ontstaan als gevolg van het vergunningentraject en de marktsituatie. Daarnaast zouden de werkelijke kosten wel eens hoger kunnen zijn dan begroot. Tot slot is er ook nog het risico dat de nieuw te vormen regering de spreidingswet gaat intrekken. Dat zal de gemeente er echter niet van weerhouden om toch door te gaan met de opvang van asielzoekers. De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan met de plannen om 21 miljoen euro te gaan uitgeven voor de bouw van het AZC. Als de raad op 20 juni instemt met het investeringskrediet, dan kan de gemeente na de zomer in gesprek met de omwonenden. Vervolgens willen ze de omgevingsvergunning aanvragen. Naar verwachting kan het AZC dan in 2025 openen. Zowel de gemeente Wijchen als het COA waren vandaag niet in de gelegenheid om voor de camera te reageren.